Ik ben Inke, ik ben 19 jaar oud en samen met mijn beste vriendin Maartje heb ik een YouTube-kanaal over paarden. We krijgen vaak van fans of kijkers te horen van hey, jullie hebben echt het perfecte leven en mijn grote voorbeeld. Maar eigenlijk gaat het in het echt helemaal niet zo goed met mij. Vandaag ga ik mijn open-up doen tegenover onze kijkers op ons YouTube-kanaal. Dit doe ik omdat ik al heel erg lang tegen het grote contrast aanloop van de bekende Nienke met het perfecte leven en de Nienke waar het niet zo goed mee gaat. En ik denk dat dit een manier is om die twee werelden wat meer bij elkaar te brengen. Ik ben opgevoed als altijd doorgaan, succesvol willen zijn, vooral dat masker opzetten, vrolijk zijn. Er was gewoon ineens heel veel belangrijk waar ik niet aan kon voldoen. En dat maakte dat het eigenlijk allemaal steeds slechter ging. Ik heb in het dagelijks leven heel veel last van angstklachten. Door mijn angstklachten ontstaan er ook depressieve gevoelens. Wat maakt dat er best wel veel last heb van negatieve gedachten. Juist omdat het altijd zoiets van mezelf was, stapelde dat zich echt heel erg op. En kwam er een punt dat het gewoon echt niet goed ging. Ik raakte in een crisis en moest worden opgenomen. Ik raakte compleet in paniek. Ik kende de kliniek vanuit mijn studie, maar wist niet hoe het zou zijn om daar zelf te zitten. Ik had ook het idee, ik hoor daar niet, ben daar niet erg genoeg voor. Ik ben toen voor het eerst open geweest naar een van mijn beste vriendinnen, Maartje. Maartje's reactie heeft mij laten inzien dat het ook echt iets was wat ik serieus moest nemen. Ik ben het waard en mag mezelf daarin serieus nemen. Ik heb altijd gedacht dat ik de enige was, dat ik gek was, dat ik het daarom niet wilde vertellen. Ik wil hier open over zijn om ook te laten weten aan anderen dat zij niet de enige zijn. Ook ik heb er last van. Dat Nienke de open-up gaat doen vind ik echt super goed van haar. En ik ben echt super trots. Ook omdat ik hoe ik Nienke een jaar geleden bekijk en nu is ze gewoon ontzettend gegroeid. En ze is natuurlijk opgenomen geweest. Onze fans wisten dat wel, maar die wisten niet wat er nou eigenlijk aan de hand was en waarom. Ik heb het aan Nienke overgelaten om dat te vertellen of niet. Dat mocht ze natuurlijk zelf weten. Maar ik vind het wel echt super goed van haar dat ze het nou dan toch gaat vertellen. En ja, ik ben gewoon heel trots. En ineens, bam, ben ik er weer. Zoals jullie misschien hebben kunnen zien in een video van Maartje een hele tijd geleden, heeft Maartje verteld dat ik ben opgenomen en dat ik dus even weg ben. En ik vind het heel moeilijk om dit te vertellen, omdat ik het nooit eerder echt heb uitgesproken. En de keuze dat ik dat heb gedaan, of waarom ik de keuze heb gemaakt om het aan jullie uit te leggen, is omdat ik vind dat we er wel een keer met z'n allen over mogen praten. Het is voor mij zo lang een geheim geweest, maar weet dat je niet alleen bent en er niet alleen voor staat. Wat ik wil meegeven aan mensen die ook met psychische klachten rondlopen, is dat het heel belangrijk is om er wel open over te zijn. Ik heb het niet gedaan en dat maakte dat het steeds slechter ging. En als je daar wel open over gaat zijn, dan zul je ook zien dat er mensen begrip voor je hebben. En ook je zullen steunen en dingen zullen erkennen. Waardoor ook bepaalde dingen makkelijker zullen gaan. En dat je de hulp krijgt die je nodig hebt.